Vandaag bespreek ik het arrest van het Europese Hof van Justitie van 17 maart 2022. In dit arrest staat centraal de uitzendrichtlijn en met name de begrippen in artikel 1 lid 1 van de uitzendrichtlijn tijdelijk en artikel 5 van de uitzendrichtlijn alsmede artikel 10 van de uitzendrichtlijn. Het gaat om een Duitse zaak en ik zal zo direct eerst kort even de feiten uiteenzetten, gevolgd door de uitkomst van dit arrest en ik zal tegelijkertijd ook mijn commentaar leveren op dit arrest, alsmede welke gevolgen het eventueel kan hebben voor onze nationale regeling. Ik begin met eerst even kort de feiten uiteen te zetten. Wat was er aan de hand? Het ging hier om een uitzendkracht die in dienst was in Duitsland bij een uitzendbureau. En dat was vanaf 1 september 2014. Deze uitzendkracht werd ter beschikking gesteld aan een inlener. En dat heeft geduurd tot en met 3 mei 2019. Excuses, ik zeg 3 mei, maar het moet 31 mei zijn. Wat is er dan aan de orde? Er is in Duitsland op enig moment een nationale regeling in werking getreden waarmee de maximumduur voor ter beschikkingstelling is vastgesteld. En op grond van die regeling stelt deze uitzendkracht dat er sprake is van een dienstverband met de inlener. En in dat kader start hij dus een gerechtelijke procedure. Allereerst bij het Arbeitsgericht Berlin. En daar wordt de vordering afgewezen van de werknemer, want het Arbeitsgericht Berlin die beantwoordt de vraag of er sprake is van een dienstverband met de inlener ontkennend. Daar laat deze uitzendkracht het niet bij zitten en gaat daar tegen in beroep bij het Landesgericht Berlin-Brandenburg. En dat is de rechter in tweede aanleg. De rechter daar die oordeelt dat de nationale regeling die is pas vanaf 1 april 2017 in werking getreden met een maximumtermijn van ter beschikkingstelling van 18 maanden. Behoudensafwijkingen van cao's of collectief gesloten bedrijfs- of dienstakkoorden. Ook is de nationale regeling, kent de nationale regeling een overgangsbepaling dat alleen de periode na 1 april 2017 worden meegeteld voor de arbeidsperiode. En bijzonder aan deze zaak is nog dat tussen Daimler en de ondernemingsraad er dus vanaf 20 november 2017 een maximumtermijn was afgesproken van 36 maanden. Nou, op grond daarvan zou de duur van de ter beschikkingstelling van deze arbeidskracht niet zijn overschreden. Ondanks dat hij dus al wel 5 jaar werkzaam zou zijn bij dezelfde inlener. Stelt het Landesgericht Berlin-Brandenburg vragen, prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de reikwijdte van de uitzendrichtlijn. Nou, centraal staat, zoals ik ook aan het begin zei, de uitleg van artikel 1 lid 1 van de uitzendrichtlijn. Daarin is het woord tijdelijk terug te vinden. Als u die bepaling erop naslaat, dan ziet u dat ook, dat de ter beschikkingstelling bij de inlener tijdelijk aan de orde is. Nou, daarvan zegt het Europese Hof, ja, dat staat er weliswaar, maar desalniettemin kan het zo zijn dat er een functie die permanent bestaat toch kan worden ingevuld. Nou, ten aanzien van artikel 5 van de uitzendrichtlijn, dat is een bepaling waarin is geregeld dat lidstaten passende maatregelen moeten nemen met het oog op het voorkomen van misbruik bij de toepassing van dat artikel en met name ook ter voorkoming van achtereenvolgende opdrachten om de bepalingen van die richtlijn te omzeilen. Daarvan zegt het Europese Hof dat deze bepaling zo moet worden uitgelegd dat de ter beschikkingstelling van uitzendkrachten bij dezelfde inlener in dezelfde functie voor de duur van 55 maanden misbruik kan opleveren als 1. De duur van de activiteit bij de inlener langer is dan wat redelijkerwijs als tijdelijk zou kunnen worden aangemerkt en als er geen objectieve verklaring kan worden gegeven voor het feit dat de inlener dus gebruik maakt van achtereenvolgende uitzendovereenkomsten. Nou, dat is op zichzelf wel interessant.
Nou is dat in deze specifieke casus wel begrijpelijk vanwege die nationale regeling die in Duitsland dus in werking is getreden. Wij kennen een dergelijke regeling in Nederland niet. De vraag rijst overigens wel of dit arrest dus gevolgen gaat hebben voor onze nationale regeling en of de wetgever wellicht hier toch in ieder geval misbruikbepalingen zal opnemen. Wat een andere interessante vraag is, is dat de werknemer, de uitzendkracht in dit geval, natuurlijk een arbeidsovereenkomst had geclaimd bij de inlener. Omdat men zei, ja, dat is dan het rechtsgevolg. In dat kader zegt het Europese Hof van Justitie dat artikel 10, lid 1 van de uitzendrichtlijn zo moet worden uitgelegd dat als er geen nationale bepaling geldt, waarbij sancties worden gesteld op niet naleving van de uitzendrichtlijn door uitzendondernemingen of inleners, dat dan niet betekent dat de uitzendkracht aan het unierecht een subjectief recht kan ontlenen op het staan van een arbeidsverhouding met de inlener. En die uitzendrichtlijn die moet dus zo worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling waarbij sociale partners worden gemachtigd af te wijken van de regeling die dus in dit geval een maximum duur voor de ter beschikkingstelling kende van uitzendkrachten. Nou, dit is even kort de uitkomst van het arrest. De vraag die vervolgens rijst is, wat zal dit betekenen voor bijvoorbeeld de uitzend-cao's in Nederland? Ik sluit niet uit. Er zijn inmiddels ook onderhandelingen gestart over de nieuwe cao vanaf 2023. Want de huidige cao die loopt af eind dit jaar. Er toch wel gekeken zal worden naar de uitkomst van dit arrest en dat meegenomen zou kunnen worden in de onderhandelingen. Of dat het ook daadwerkelijk gaat worden, dat weten we niet. We zullen het moeten afwachten. In mijn visie is dit een interessant arrest voor ons nationaal stelsel. En we zullen zien of dat nog gevolgen gaat hebben voor de rechtspraak en de regelingen die we kennen in Nederland. Bedankt voor het kijken.